kwam met dit paardje en ik wilde tegen en we kregen te werken tot de eigenaar boven Boucher. En we hebben meteen aangegrepen om dit Goudse, dit Durmse over te nemen. Want de Houvervaar, we zijn een aantal keren hier geweest, dat is een super locatie. En ja, vooral gezegd, dus hier wel wat ik heb moois vermaakt met de stoeien. De bedoelingen met het pand is eigenlijk niks veranderen. In die zin willen we hetzelfde houden. Omdat we nu dit gewend zijn en dat het een goed succes is. Hetgeen wat we normaal willen gaan doen, is het nog ouder maken. Het is een beroemd café en het moet het ook zo blijven. De puntjes op de i qua eten, dat we toch het meer in willen gaan doen, dat is wel het feit. Maar verder wil er eigenlijk niks aan gaan doen. Vandaag zijn we hier geweest, we hebben een aantal uur over de vloer gehad, een interieurbouwer, even de keuken, wat functioneert nog allemaal, wat kunnen we veranderen. En die gewoon dadelijk lekker slopen, dat wil zeggen achter de fit, alles van de brandweer kunt nu, het brief brandweer voor alle duidelijkheid. Maar dat moet allemaal nu, dus dat moet ik een paar dingen weg horen. En nou ja, nogmaals wat de voorbeeld zag, de café bleef wie het is, de wintertuin veranderen, gewaterzaal, nummer op, wie ze dat nummer. Dan gaan we gaan veranderen, we doen het meer oud, gaat oud en ja, dat gaan we de komende 2 weken proberen te verwezenlijken en dan zo snel mogelijk open te gaan. De kaartwoord gaat uitgebreider. Lunch is natuurlijk wel een heel grote hoofdzaak hier op dat fiets- en wandelroute. Ja, we zullen nu overdag ook komen, maar we willen ons ook zeer zeker concentreren op het avondeten. En ja, dat gaan we natuurlijk als verrassing hebben.